De mentale gezondheid van mannen wordt niet altijd even serieus genomen. Daarom is het de primaire taak van een ouder te zorgen voor het opvoeden van mentaal gezonde jonge mannen. Dit zegt Rocher Kershout en Seraya Dot, mentaal gezondheidsactivisten, in gesprek met onze redactie. Kershout is van mening dat er reeds in de opvoeding bij jongens moet worden gewerkt aan het creëren van een gezonde omgeving die zich leent voor het communiceren over gevoelens. Het valt te betreuren dat er anno 2023 nog steeds wordt gewerkt aan het behouden van het taboe over mannen en hun gevoelens. Een ideale situatie is dat elke man in een omgeving moet zijn die zich ervan bewust is welke voordelen het communiceren en uiten van gevoelens met zich meebrengt. Je kan als man tot een bepaald punt daar zijn voor anderen. Je dient op jezelf te letten, want je bent op de eerste plaats mens, stelt Kershout. In feite kan je bijna zeggen dat het al vanaf wanneer ze baby zijn begint, thuis. Van hey, je laat dat het normaal is voor als een jongen huilt, als een jongen iets niet leuk vindt om te doen. Als hij misschien meer het vrolijke in zich heeft, dan dat hij echt meer emotioneler is dan misschien zijn neven of zijn broers, dat dat normaal is. Maar het gebeurt dan ook dat je naar school, de leerkrachten in feite, dat het een structurele oplossing komt van hey, laten we ook als school meer focussen op de mentale gezondheid van de kinderen. Want je ziet het nu zelf allemaal om je heen. COVID is er geweest, jongeren zijn vaak in isolatie geweest, ze hebben al hun emoties moeten zitten opkroppen. En nu worden ze in feite voor de buitenwereld gegooid, om bijna te zeggen, zonder dat ze de juiste begeleiding daarbij hebben. En als je dan naar de buitenwereld toe gaat en je bent mentaal niet sterk, dan kan er van alles met je gebeuren waarop jij zelf niet indirect een invloed op hebt, maar je wordt beïnvloed door hetgeen dat om je heen gebeurt. En dan krop je alles op en dat zorgt ervoor dat je een uitbarsting krijgt dat nadelig kan zijn. Dot stelt dat het opvoeden van emotioneel stabiele mannen doorwerkt naar het opvoeden van hun kinderen in de toekomst. Het is belangrijk dat tijdens de opvoeding ook een gezonde rolmodel deel uitmaakt van dit traject. Het is verschrikkelijk. En ondanks dat we zo vaak kunnen zeggen het mag niet gebeuren en het is erg, gebeurt het veel te vaak. En hoe ik er eigenlijk een beetje tegenaan kijk is, we moeten zoveel mogelijk proberen te doen om het ook zoveel mogelijk te voorkomen. En dat is heel moeilijk, maar het is wel belangrijk. En ik denk dat we daar een beetje, we moeten ervoor streven. Het is niet altijd alleen maar, het is makkelijk om te zeggen, ja, die man heeft geen goede opvoeding gehad. Maar kijk ook naar jezelf, weet je. Het is veel dieper dan, ja, die man is fout, die man is fout. Maar geef hem de ruimte om te praten over zijn emoties. Ga met hem zitten, oké, wat is er dan precies? En het gaat nooit in één keer goed. Want zo eigenwijs zijn mannen meestal wel. Maar dan is het belangrijk om consequent met hem te gaan zitten. Oké, wat is er gebeurd? Oké, je wil niet praten? Oké, dan laat het. Maar kom er wel op terug. Ga terug naar dat punt waarvan je zegt, weet je nog die ene keer, we hadden ruzie, je wou er niet over praten. Kershout zegt dat een structurele oplossing het creëren van een mannentelefoonlijn zou kunnen zijn. In dit geval worden mannen in de gelegenheid gesteld om confidentieel informatie te delen, die kan leiden tot het draagbaar maken van verschillende situaties.